Vandaag ben ik in het Luther Museum in Amsterdam. De Nederlandse Kastelen Stichting organiseert hier de 5e editie van het Internationale Encounter Symposium. Dit is de eerste keer dat dit congres in Nederland plaatsvindt. Het thema is The Country House and the City. De Nederlandse Kastelen Stichting vindt het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de relevantie van kastelen en buitenplaatsen. Maar bovenal vinden we het ook belangrijk dat die kennis gedeeld wordt, zodat er draagvlak ontstaat voor het behoud van dit belangrijke erfgoed. What do you think of this conference so far? Yeah, I think it's been a really exciting day so far. It's really great to hear so many different perspectives on country house culture. Ik heb heel veel nieuwe kennis vergaard over de buitenplaatsen, nieuwe plekken om te gaan bezoeken. En daarnaast zijn er heel veel mensen met wie ik hier in discussie kan gaan over die onderwerpen. What is your lecture about? Yeah, it's about the consumption in Sweden during the 18th century. It's about how consumption changed during the 18th century from a manorial economy perspective then. Mijn presentatie ging erover dat de mode om in de natuur te willen leven eigenlijk veel verder teruggaat dan wij denken. En ik kwam erachter dat je minstens al anderhalf, twee eeuwen terug kan gaan om te zien dat mensen ook buiten de stad in de natuur gaan wonen, omdat ze volgens mij van de natuur houden. We should look at country house culture in a much more holistic manner. Not only look at it in connection to the city, which is the major theme of today, but also understand it as part of a greater structure in which people play different roles. Especially look at the way men and women experience this culture in different ways and participated in country house culture. Waarom zijn dit soort congressen belangrijk voor de wetenschap? Ten eerste is het internationaal en dan hoor je dus van andere landen wat ze daarmee bezig zijn. En het leuke daarvan is dat je dan ook je eigen onderzoek beter kunt plaatsen. You have to meet your colleagues on conferences. That's how you build new knowledge. Sharing this knowledge makes the research much better.